Hallo allemaal en welkom bij eindelijk weer een nieuwe video. Vandaag heeft het iets met Skyblock te maken. Een cobblestone generator die uiteindelijk automated alle spullen verzamelt voor jou. Dus als je denkt, oh, een normale Skyblock. Net zoals gewoon op een map die je kan downloaden. Ik zou dat niet doen. Want bijna eigenlijk alle servers met Skyblock generaten ook ores. Dus alleen ik zou het op een server doen die een cobblestone generator heeft. Die alle soorten ores generate. En niet alleen cobblestone. Of stone. Het gaat echt om bijvoorbeeld als je op Prime MC gaat. Of een Skyblock server. Ik zou er een paar in de beschrijving zetten. Die dit soort dingen hebben. Deze video komt waarschijnlijk op donderdag online. Dat klopt, ik heb hem op woensdag ook gemaakt. En de Snapchat video is nu zelfs. Als ik dus mijn Minecraft open. Op dus woensdag, heel laat in de avond. Nou, het is al, zit daar, 10 voor half. De snapshots zijn ja afgekomen. De snapshots is er nog niet, dus ik moet dit dan even doen. Dit is maar een tutorial. Het heeft heel veel hobbels nodig, dus als je alvast eventjes in de Skyblock alles even maakt en een groot eiland hebt, dan kun je dit gaan doen. Laten we beginnen. Wat hebben we nodig? Nou, zoals een pickaxe heb ik in mijn handen. Okay. Dit, een kist, hoppers. Ik ga niet meer doen hoeveel. Dat vond ik echt te lang mee bezig. We gaan het doen. We gaan kijken wat je nodig hebt. Een kist. Een hopper. Een furnace. Ik heb hier heb ik een blast furnace gebruikt. Omdat het er cooler uitziet. Maar ja, daar in de... Je speelt 3.1.13 en ik speel 1.14 snapshots. Dan heb je dat dus niet. Maar we gaan door. Een cobblestone. Een cobblestone ster. Mag gewoon elk blok zijn wat je wilt. Ik heb smooth stone. Mag ook aan elk blok zijn wat je wilt. Want dit bestaat niet eens in 1.13. Nog stone, een blok of redstone, een blok of lapis lazuli, een blok of diamond, een blok of emerald, een blok of coal, een redstone comparator, een redstone torch, een redstone dust, een redstone repeater, water bucket, lava bucket, pickaxe en troep spullen. Wat eigenlijk is je filter materials, maar omdat dit een kist is, waar je, of een soort system is, waar je geen dirt in nodig hebt, gaan we dirt gebruiken. Dus als je ergens dirt in de sorter system laat vallen. Dus hieronder heb ik een... Zo komt het in te vallen. Kijk, zelf wat ik doe. Kijk, stel je voor ik pak even... Het werkt nu niet, maar... Stel je voor ik doe hier een pickaxe. En dan gaat hij helemaal naar het einde, naar deze kist. Waar je dus bijvoorbeeld iets oppakt wat dus verkeerd is gegaan. En hier gaat de cobblestone heen. Stone heen. Redstone hier. Lapis lazuli hier. Diamond hier. En wat hier. En kool hier. En moet wel eventjes soms lopen naar de furnace. Om de furnace even op te vullen. Want. Ja, dat moet gewoon. Maar laten we gewoon beginnen met het bouwen ervan. Wat heb je nodig? Als je zo kijkt. Heb je een breedte nodig. Van 9 blokken. En een lengte van 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 blokken. Laten we beginnen met als eerste de mooie cobblestone generator. Daarvoor heb ik nodig dit, dit, dit en dit. En alvast een hopper. Een kist. Lava. En wat hebben we het? Laten we beginnen. Oké. Okay. Je begint aan het einde. Dus zeg maar, kijk, pak me gewoon een kat. Dan ga je naar rechts achter. Rechts onderin achter. Als je er bent, dit blokje, ga je naar links. Eén blok. Ga je omhoog. Eén blok. En ga je nog een blok omhoog. En daar moet je koppel zo'n ster. En dan maak je een trap. Die uiteindelijk 4 hoog is. Net zoals daar. En dan hier een pilaar van blok naar keuze. En dat dan hier, daarnaast. Zo. Hier nog één. En gewoon nog steeds daarnaast, totdat je uiteindelijk een rij hebt van 7 en van 5 hoog. Dat laat je even zo. Dan maak je even een plafond of een vloer erop. Op de hoogste blok dat beschikbaar is. Helemaal tot het einde.
helemaal naar het einde, dat er één blok... Klopt dat? Nee. In ieder geval tot uiteindelijk één blok vanaf de ster er is. En dan heb ik even een foutje gemaakt. De ster of de trap wordt één blok naar achter. Maar op zich heeft dat niet zo heel veel impact op wat je aan het bouwen was. Zo, dus alleen net eentje naar achter. Met deze. Je kunt de binnenste blokken weer weghalen. Dat zou ik wel doen. Dus we deze blokken weer weghalen. Sorry, mijn fout. Maar maakt niet uit. Nou, dan heb je dit. En hak je één rij hiervan weg. Dat het eindelijk een platform is van 6 bij 6. En dan dit rijtje langs de ster. De trap. Nou, dan gaan we nu naar de cobblestone generator zelf. Dan ga je naar het einde, dus helemaal naar het einde, dus de kant van de ster. Dan plaats je in de hoek van het platform een blok. En helemaal een rij blokken hier. Dan twee blokken hierin, naar boven. Dan twee blokken naar links, naar rechts, sorry. Eentje open laten. En dan dit hem opvullen. Zo. Dan plaats je hier even een tijdelijke blok. En hier een blok naar beneden. Dan zorg je dat, dat hier gewoon stone zit. En daaronder hak je het weg. Want dat kun je gewoon nodig hebben. En dan heb jij nodig. Dus dan ook tijdelijk. Hier boven het blok wat je tijdelijk hebt geplaatst. Moet je een hobbel plaatsen die in dat blok wijst. Hier. En dan tijdelijk het blok wat je hier hebt geplaatst hak je weg. En dan hier. Eigenlijk op de vloer, op de platformhoogte, een hopper. Dan deze blok hak je, dit blok hak je weg, deze blok hele op. En dan, dan maak je hoppers gericht naar het einde van het platform. Zodat het dus even prikkelwerk. Want eigenlijk de laatste hopper met zijn puntje hier wijst. Omdat het niet verder gaat als dit eerst. Dan moeten we even dus wachten. Dan heb je dit. Dan plaats je hier je water. Daar je lava. Dan heb je dus je cobblestone generator af. Dan ga je naar de buitenkant en zorg dat alles wordt opgevuld. Behalve het gat waar de hopper komt. Of waar de hopper al is. En voor de rest mag je alles ontvullen met een blok. Want dat zie je, dat hoef je niet te zien. Dan kun je bijvoorbeeld iets, bijvoorbeeld een monsterspan erin maken als je zo efficiënt bent als mij. Maar dat doe ik niet, dat kost te veel tijd. Dan heb je hier dus je cobblestone generator. Dan gaan we dus nu verder werken aan de sorter system plus nog... Jouw oven die je aanmaakt. En de kist als je bijvoorbeeld je picks erin gooit. Wat niet de bedoeling was. Oké, dan kom je bij de hopper die je dus hier uitsteekt. Bij dat blok. Dan ga je 1. Verder. 1 naar links. 2 naar links. 3 naar links. 4 naar links. 5 naar links. 6 naar links. 7 naar links. 8 naar links. 9 naar links. En 10 naar links. Met 10 hak je een blok weg. En nog een blok. Oké, en dan plaats je een blok en een kist. Dan ga je naar achter en dan plaats je een ster. Met zijn laagste kant gewijst naar de kist. Zodat je dat, dat ijzeren ding daar ziet. Dan plaats je daar op een blok. Of een hopper. Daar op nog een blok. Of hopper. En daarboven die hopper weer een hopper. En dan alle hoppers met één lijn wijzen ze naar... De laatste hopper. Zodat deze lijn helemaal zo doorloopt. Totdat deze hopper naar beneden wijst in de kist. Nou, dan heb je dat klaar. Zo. Dan mag je eigenlijk al deze spullen weghalen. Behalve je smooth stone. Dan pak je nu even je redstone erbij. Je comparator. Je hopper. Je redstone repeater. Je cobblestone. En je redstone torch. Dus nog een kist. Oké. Dan ga je dus nu even naar de muur toe van de cobblestone generator. Dat je dus hier tegenaan loopt. Dan zet je dus hier dit blok hier. Hier rechts onderin. Toch? Ja, rechts onderin. Plaats je daar een kist. En dan weer een kist naast. Omdat het een dubbel kist wordt. Of een dubbel chest. En daarachter nog één, daarachter weer nog één, daarachter weer nog één, daarachter weer nog één.
daarachter nog één. En daar als laatste nog één. En dan ga je uiteindelijk dit blokje, dus een blokje waar dus de kant van de kist gewijs is naar de hoppers, hierboven. En zo dus moet ik even snel spieken. Ja, plaats je daar je oven. Even een oven pakken. Sorry, ik gebruik als school gewoon een blast furnace. Zo, plaats je daar een oven. Hou je een open en plaats je nog een oven. Dat de laatste oven naast de ster waar zit. Dan heb je dit. Dan gaan we nu dus de solar system zelf maken. Oké, dan ga je naar de eerste kist. Voor de mensen die dan ook weten wat ze moeten doen. Ga alles opvullen van de kisten. Dus alles doen wat als je dus wist. Als je nog weet hoe dat moet met de solar system. Als je het weer hebt gezien. Link is in de beschrijving ervan. Als je weet hoe het moet, plaats het even. En als je bij de oven aankomt, stop dan. En dan kan je dan even doorkijken. Maar laat het ondertussen gewoon lopen, dat je weet ongeveer waar ik over begint. Maar ik ga gewoon het ook doen. Als je weet hoe het moet. Nou. Misschien weet je nog wel dat hier onder de hopper, hier deze hopperlijn, geen blok moet. Nog niet naast. Maar daarvoor dat ik dat doe, hak je daar de vloer weg. En hak je daar, of plaats je daar een torch gewijst met zijn, dat hij zo gewijs staat naar de hoppers daarboven. Blok openlaten en een repeater. En dat, die lijn, die, dit doe je allemaal hetzelfde, dat doe je allemaal hetzelfde bij al die andere kisten. Zo, je kunt natuurlijk afkijken, je hoeft niet alleen naar te luisteren. De dingen zien natuurlijk. En als je dat hebt gedaan, doe je dat even opvullen met blokken die je wilt. Ik heb gewoon smoothstone. Die in 1.14 setup is te beschrijven. Maar dit kan ik dus niet zelf gebruiken. Dit is gewoon puur voor een skyblock die je hebt. Op een server. Op een server. Oké. Dan plaat je dit weer. De comparator. Met die twee torches gewijst naar de hoppers. Lijn die hierboven zit. Allemaal op die blokken die je net hebt geplaatst. Dan plaats je al die blokken hier ook nog even. Redstone top of redstone dust. Dan kom je naar achteren. Dan plaats je dan even blokken hier. Die ook nog even redstone dust hebben. Nou, dan heb je dit al. Dat is wel iets. En dan moet je hoppers plaatsen die in de comparator wijzen. Als je het nog kan herinneren van de video. In ieder geval, je weet het nog. Links zit in de beschrijving. En als allerlaatste plaats jij de hoppers in de kisten. Dit is een priegelwerk van mij. Ik had het eerder moeten doen. Maar boeien. En als het goed is. Als jij nu je filtermateriaal pakt. Dus jouw... Oh. Jouw dirt. Ik pak even allemaal dirt. Die plaats je in de kist. In de middelste hopperlijn. Bij de kisten. In alle vier laatste slot. En wat er nog één slot over is. Waar je direct je item in doet. Die volgorde mag je zelf bepalen. Maar ik doe dus de volgorde die ik aanhoud. Bij het voorbeeld. Zo, je hebt eigenlijk maar één. Maar een halve stack nodig van dirt. Om dat helemaal op te vullen. Gedaan. Nou, wees blij. Maar hou nog wel even al het bij. En het rijmt. Okay. Nu gaan we even aan de hoppers werken. Bij de ovens. Nou, in ieder geval deze hopper. Of is er overplaats zijn. Dat klopt niet. Dit klopt niet. Nee. Hak jij een blok achterweg. Dat is de achterste blok. Dus eigenlijk de lijn met de hoppers hier. En met deze kist. Plaats je daar tegenaan, tegenover een hopper. En dan daarop weer de hoppers die naar boven gaan. Of die naar beneden lijzen. En dan nog een keer. Dan heb je hier dus een lijn die je overhoudt. Misschien als een snelle doorgang. Als je van deze kant naar deze kant moet. Dat je niet helemaal zo om hoeft te lopen. Of helemaal via daar om hoeft te lopen. Nee, dan heb je gewoon een makkelijke ingang naar deze kant. Maar je redstone kun je op de deur plaatsen. Net alsof een huisje geworden met hoppers. Ja, dit is een heel duur... een dure contraption, maar op een gegeven moment, als je het hebt, dan hoef je dit nooit meer te doen. Nee, zo van, doe ik dat weer in. Nee, het gaat alles automatisch. Waarvan helaas dat je wel het kool er zelf in moet indoen. Want daar heb ik gewoon geen oplossing voor kunnen vinden. Daar heb ik gewoon niet, dat gaat gewoon niet. In ieder geval, als je altijd zo dit hebt. Ja, heb je dat? Goed zo. Ga je dus met de overlijn, ga je precies hetzelfde maken in de solar system.
Dus nog hier 2 blokken. En nog hier 3 blokken. Wat je dit doet trouwens, haak ze even weer weg. Want hier moet natuurlijk eerst de redstone torch. En hier redstone torch. Eentje openlaten of eentje dicht laten. Weer een repeater. En toch alweer de blocks plaatsen. Niet in die, want natuurlijk ingaan. Hier weer je comparator. Comparator. Redstone. En redstone. Blokken weghakken en verplaatsen. Naar, hoe zorg dat we alle repeaters dezelfde tik hebben trouwens. Naar dit. Zo, en dan is alles klaar. Je moet je filter material erin doen. In deze, want alsnog werkt het gewoon heel wel. Ai, 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 ze gaan erheen. Dat is een foute boel. Wat? Hier blijven ze wel gewoon zitten. Ze moeten tegen wij, ze moeten alsnog gewoon wijzen aan de comparator, jongens. Foutje van mij. Ze moeten niet wijzen, dus de middelste hopperlijn moet, bij de ogen moeten niet wijzen naar beneden, maar in de comparator. Dus dan werkt het dan alsnog. Zie, dan blijven ze zitten. Sorry, mijn fout. Zie je dat dit hier een wijs en dat daar een wijs. En waarom is dat dan niet gelukt? Wat? Wat? Huh? Wat is hier nou weer fout aan? Dat is gewoon. Het moet gewoon werken. Oh. Waarom heb ik dat niet gezien? Oké, dat was echt heel dom. Oké, dat heb je niet gezien. Ik knip er best niet uit. Oké, dan is alles nu af. Behalve nog even te laten zien waar alles moet. Dan plak je dit plakje. Ha! Pak je cobblestone erbij. Hier stone. Hier blok of redstone. Lapis blok. Blok of diamond. Blok of emerald. En blok of coal. Nou, in de eerste doe jij je cobblestone. Hoef je niet te veranderen. Of tenminste, als je daar gewoon op die hout op zit, dan moet je wel je cobblestone doen. De tweede, stone. Derde, redstone. Vierde, lapis lazuli. Vijfde, blok of diamond. En zo is hij helemaal klaar. En je hebt een skyblock eigenlijk server. En nu kun je zoveel diamonds verzamelen. Tenminste, ik heb dat echt vaak. Dat heb ik binnen nooit om 1000 diamonds. Dus daarom is het niet apart gezet. Met al die ores. Want dat is zoveel. Want nu moet je nog even je ores pakken. Je redstone ore. Bij elkaar verzamelen. Je lapis. Je coal. Je diamond. En je cobblestone. En je stone. Als het goed is. Goed. En emerald natuurlijk. En emerald heb ik altijd zoveel. Op een gegeven moment als je level. Dit moet je pas maken. Dat ongeveer dat je wel goed bent. Dat je alle resources ervoor hebt. Want als je dit allemaal. Als je dit apart allemaal doet. Ben je nog meer redstone kwijt. En nog meer. IJzer, dus dan doe ik dat expres niet. De rest zijn die filter material blokken. Trouwens, hier moet gold ore. Zullen we nog pakken? Gold ore. Dat doe ik als laatste. Oké, ik ga naar deze toe. Dan doe je hier dus je coal in. Coal. Hier emerald. Hier diamond. Hier lapis. En hier redstone. Hier stone. En hier je schetspunt in. Ja, dat is fijn. En dan hier. Maakt niet uit welke. Doe je 1 of gold en de andere doe je iron. Or. Doe ik iron. Dus dat doe ik even pakken. Dat moet niet die zijn. Sorry, dat ging fout. En hier doe ik mijn gold. En dan zo is jouw hele soorten system. Slash nog. Smelt system is helemaal klaar. Je hoeft niks meer aan te doen. Het is helemaal klaar. En oh ja, als je nog iets wilt toevoegen, mag dat nu. En dan mag je even kijken. Pak deze 3 items er even bij. Hopper, chest en console ster. Dan ga je naar de onderste blok van de kist. Dan pak je een kist. En daar tegenaan hopper. Dat zeg maar, nadat alles is gesmeld, dat het hierin gaat. Zo. En hier mag het gewoon open houden. En als het goed is.
heel klein foutje maakt, alweer. Die oven moet er toch direct op. Sorry, moet er echt direct op. Beginnersfoutje. Wait, what the fuck? Zo. Je weet wel wat ik nu. Zo, heb je dit. Heb je dat. Heb je zus. Heb je zo. Nou, dat hoeft dan nu niet, maar... En nu is het wel allemaal af. Als ik waren kleine foutjes die ik ongeluk verkeerd had gezien. Maar nu werkt hij wel. Zie je, nu zit alles erin. Dit was nu wel helemaal af. Ik heb twee kleine foutjes gemaakt die niet echt heel veel problemen zijn in jouw bouwsessie. Het is alleen maar een beetje dingen verplaatsen. Als het irritant is, sorry, mensen maken fouten. In ieder geval, dit was de video. Hoop vind je het interessant. En goed genoeg om in je Skype te zetten. Dat was wat ik wou zeggen. En ik hoop dat de Snapchat video, of dat de Snapchat snel komt. Als deze week overslaan, helaas, dan ga ik weer uploaden met de Creative serie. En met de Star Wars Battlefront serie. En met de modpack. Die drie series ga ik dan voorzetten. Plus ook af en toe een tutorial als ik een leuke weet. Want echt de laatste tutorial was helemaal geleden. In ieder geval, deel deze video, like deze video en bedankt voor het kijken. En abonneer natuurlijk. Later!